Yo, welkom met deze late Kerst special aflevering. Ik zei dat ik terugkwam. Jullie denken vast van, wow, waarom heb je Minecraft? Want Minecraft is toch best wel, dat speelt iedereen. Ja, klopt. Dus laten we Skywars doen. En natuurlijk gaan we op Hypixel, kunnen ook op CubeCraft. CubeCraft is ook nog wel lachen om Skywars op te doen, maar hè. Ik kan wel laten zien. We kunnen CubeCraft doen, maar een beetje het probleem met CubeCraft is gewoon. Oh. Dus laten we gewoon Hypixel doen, want Hypixel is beter. Fuck. Fucking hell, wat een lul. Oh, fuck. Oh. Dit spel zit vol met zweters en dat is een kutte eraan. Oh ja, god. Ik heb één bot. Kijk, oh kut. Wat een lul! Laten we een keer winnen. Verdomme. Wat? Ah, je moet. Ah, ik zit muziek te spelen, fucking chappie. Waarom werkt het niet? Nee, je vader. Dit is nu de beste kit die er is in de hele game. Kijk, je gaat dus naar het midden toe, maar je gaat niet te voet. Je gaat namelijk met een fucking varken, man. Nee! Kijk dan, deze big is gewoon een soort auto. Oké, nog één keer, hè? En dan ben ik even fucking klaar met Skywars. Check één keer hoe intimiderend. Gas, ik ben hier met mijn fucking big. Wat wil je doen? Kom dan, vriend, kom nu! Kom nu! Ik sla je in de hele fucking vandaag nog! Je vieze. Nee! Oké, nog één keer. Nog één keer. Oké, berg. Kom, met dit ding. En dit. En dan. Oh, jongen. Kom op! Rij! Oh, nee. Ik en mijn beer, wij gaan ownen. Nee. Ik ben helemaal klaar met de ongelofelijke scheidspel, want deze scheid gaat. We gaan build battle doen. En misschien ben ik niet goed in PvP, maar ik ben wel goed in bouwen. Kom op, ballon. Ja! Wolken moeten hoog. Ja? Dan leer je nog wat eens van mij, hè? Wolken zitten hoog in de lucht. Wauw! Oh, nee! Kijk, jongen! Dit is toch fucking origineel? Dit is echt pittig hard, best wel origineel. Ballon. Ik ben tweede. Oprecht, ik ben best wel blij. Maar hoe wint dit wijf? Zij is zo. Niet zo'n goede PvP'er. Ik ben wel een goede bouwer bijna. Bijna. Even kijken, survival natuurlijk. Dus we gaan beginnen. Ik bedoel uit. Oké, nu. Timer aan. Kijk. Oh. Kijk. Fuck! De berg, dat is altijd de tactiek van speedruns. Is gewoon, je moet naar een hoge berg toe gaan. En dan, en met een hoge berg. Ja, dan kom ik gewoon hoog.
Dus we gaan even snel naar de hoge berg toe. Kijk, we zijn bij de berg nu. Ik heb ondertussen ook even iron gehard. Ja, sorry, de opname stopte even. Maar ik heb het echt oprecht gedaan. Zoals je ziet. En ik zie de diamonds al. Nee, we moeten even naar beneden. Oh, kut. Oh, een kist. Oh, kut, sorry. Een kist, what the fuck? Ik heb... Oh! Nou, wat een geluk toch? Ja, sorry, maar ik heb gewoon die geluk eenmaal. Even kijken. Nanoport, dan moeten we blaze rods verzamelen. Even kijken, hoe de fuck maak ik ook weer... Oh, kut. Kut, sorry. Ja, sorry, dat kan misschien gebeuren, hè? Even kijken. Oh, het is... Oké, we gaan nu naar de... Oké, volgens mij zitten we een goede tijd tot nu toe. Ik gok het van wel. Oh, oké, netten. Oké, spullen verzamelen. Kut. Shit. Deze? Nee, kut. Blaze rods, toch? Ik heb geen idee. Blaze rods, ja. Oké, go. Oké, speedrun. Op zoek naar zo'n nether castle iets. Ja, jongens, geloof het of niet, maar ik heb gewoon de geluk. En ik ben niet zoals Dream of zo die gewoon zijn speedruns faked. Ik ben gewoon een super professionele kutzooi. Oké, we zijn opeens op een random plek. En ik heb toevallig ook even net de nether uitgehaald. Ik heb namelijk dat in de lava gewoon overleefd. We gaan nu namelijk naar beneden hakken. Een hoop op geluk van... dat we de strongel tegenkomen. Oké, we zijn binnengekomen. Ja, geloof het of niet. We moeten nu op zoek gaan naar de endportal. En even kijken hoor. Waar zijn toch de... ik heb 20 ender eyes. Nou, we kunnen ervoor gaan. Let trouwens niet op de chat. Ik heb dat zelf namelijk getypt. Want ik kan dat natuurlijk zelf. Ik gebruik echt geen cheats hoor. Geloof me. We gaan nu op zoek naar de... Ja, stronghold, hoe je het ook noemt. En hopen dat we die ook op tijd vinden. Want ja, het bespaart ons tijd als we die sneller vinden natuurlijk. Oh, we hebben het gevonden. Oh, kut. Oké, dit is wel een eerste boss battle. Die vissen, je weet die vissen, maar die vissen zijn echt... Kut vissen. Echt heel stront. Meteen kapot maken, die ender eyes zo inpleuren. Kijk hoe ik het doe. En dan... Oh, en dan er zo in en dan... Die bitch verslaan. Oké, we kunnen dit. Als je vriend één keer komt, jongen, weet hij niet wat ik krijg. Mijn stack is bijna... Oké, als die bitch dus hier nu komt... Dan hebben we hem waarschijnlijk verslagen. Oh. Oké, we hebben een flint steel. En als die bitch hier komt, blazen we hem helemaal op. Oké, we gaan hem dus helemaal kapot knallen. Oké, de draak is nu hier. Dan zeggen we één ding opblazen, die kutzooi. Oh, kut. Oh, vieze klote draak. Ik weet je wat, ik ben helemaal klaar. Slash kill al. Oh, kut. Zo, ik ben weer terug. Ik was even dood gegaan. Ja, kon ik zelf. Kan helemaal gebeuren, kan er best overkomen. Elke speedrunner. Ga nou, is dood! One eternity later. Woe! Vieze stinkdraak. Oh, ga alsjeblieft. Oh, dat duurt te lang. 3000 years later. Nou, de draak is bijna dood. We moeten hem nog één hit geven en dan hebben we hem hoor. Ja, we hebben hem. Huppakee. Ja, kom. We gaan even dood. We hebben hem. Sorry jongens, ik kan niet zeggen, maar ik ben gewoon goed in speedrunnen. En dat was hem. Stop de tijd. Ja, sorry jongens, ik ben gewoon... Een goede Minecraft spelen. Dat was de aflevering alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden van deze laatste aflevering van dit jaar. Volgend jaar komt sowieso wel een nieuwe... Ja, hoe noem je het? Serie? Nou, serie. Gewoon iets nieuws. Ook gewoon tussendoor afleveringetjes. Dus ja, een beetje zoals dit. Alleen dan leuke...
Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneren zou ik leuk vinden. En ja, fijne feestdagen nog. En tot de volgende keer, hè. Joe!